door Valkenswaard Joost Stokkermans. Nogmaals de Wheelies, Tim van Brummelen. De IJsselcrossers met Thijs Besselink. Nogmaals de Wheelies, Timo Lauwersen. Voor All Stars BMX Nederland, Quinten van Bodegraven. FCC De Vaart, Melle Gerrits. KWC Kampen, Julian Bijsterbos. Succes. Dit is de finale van de categorie Boys, 12 jaar, de goede start daar voor Lauwers. Lauwers in het midden schiet vertrokken, maar niet alleen hij, ook Bijsterbos is goed weg. Natuurlijk, jullie in Bijsterbos, de KWC Kampen. Hij gaat als eerste de bocht in duiken. Lauwers volgt dan op die tweede plaats. En dan op plaats nummer 3 is de FCC De Vaart. Dat is Melle Gerrits. Ook hij zit er in ieder geval heel goed bij. Hij zit toch heel veel bij, maar Bijsterbos, dat is denk ik toch wel niet te knappe bang hier. De platen bracht de 40, TVE Sports, hier aan de leiding. Gevolgd door Lauwers. Lauwers van de midden zit daar, natuurlijk op de thuisbaan. Het zou toch een licht voordeel moeten zijn. Hij heeft hier vast wel eens getreden als het nat was. En dat moet hem niet meer het voordeel op kunnen leveren. Maar Bijsterbos is wel heel snel hoor. En het wordt heel moeilijk voor Lauwers om daar de aansluiting mee te houden. Het is Bijsterbos die hier de winst gaat pakken in deze categorie van Boys 12 jaar. Gevolgd door Lauwers, overigens niet door Gerrits. Dan wordt het besleept nog spannend. Fotofinish daar.